Je kan hem. Ja. Dankjewel. Yep. Zo, goedenavond allemaal. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Zo laat op de dag. Flinke dag achter de rug natuurlijk, met een hoop dingen gezien. Welkom bij de sessie over HTML5 en 3D in de browser. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd wie er allemaal in de zaal zitten. Hier op dit moment van de dag nog hier aan toe komen. Dus graag de handen over wie is er eigenlijk een webdeveloper. Zijn er ook 3D-artists bij? Eentje, oké. Anderhalf, oké. Zijn er ook mensen die helemaal niks met 3D doen? Ook nog een paar? Nou, oké, mooi. Dan ben ik een klein beetje over jullie, dan zal ik ook een klein beetje over mezelf vertellen. Christian Peters, ik ben een jaar of 8 developer geweest, daarna ben ik een jaar of 8 trainer geweest en nu doe ik het allebei halfom. Dat doe ik bij Master Training. Daarvoor zorg ik de training over web development, SQL Server, .NET en dat soort zaken. Bij iWriter maken we applicaties voor documentcreatie met cloud-based applicaties en dat soort zaken. Nou, dat is een klein beetje over mezelf. Snel door waar het allemaal over gaat. 3D in de browser. Nou, waar wil ik het over gaan hebben? Klein beetje theorie, er zitten een aantal mensen bij die niks met 3D doen, dus laat in ieder geval een aantal termen neerzetten. Maar ik ga dat zo snel mogelijk doen, want weer 3 kwartier slides kijken. Ik denk dat niemand dat echt zin in heeft. Dus gaan we vooral demo's doen. Oké. Yes, even wat termen neerzetten. We zitten dadelijk in een 3D-wereld. En een punt in die 3D-wereld noemen we een vertex. Vertex is eigenlijk dus niks anders dan ergens een plek in die 3D-wereld. Andere termen die erbij gaan komen is een vector 3. En dat bepaalt eigenlijk bijvoorbeeld een punt. Hè. Die heeft een x, y en een z-coördinaat. Dus kun je in een vector 3 opslaan. Maar bijvoorbeeld ook een richting. Ja, als ik een bepaalde richting opwijs, dan is dat ook met 3 coördinaten. Dus dat kunnen we ook met een vector 3 doen. Dat kunnen we ook vector 4 doen als we bijvoorbeeld met kleuren gaan werken waar we rood, groen, blauw en alfa willen opslaan. Kan dan een vector 4. Als je in die wereld nou 3 van die vertex hebt, 3 van die punten, dan kun je daar lijnen tussen trekken en dan heb je eigenlijk een driehoekje. Nou, zo'n driehoekje dat noemen we dan weer een face of een polygoon. En waarom is dat interessant? Nou, in principe ga je uiteindelijk driehoekjes combineren totdat je een bepaalde vorm hebt. Een 3D-object en een 3D-object, dat noemen we dan weer een mesh. Het idee is namelijk dat als je een driehoekje kunt maken, dan kun je uiteindelijk alles maken. Kun je van mensen wel eens in Eindhoven komen, maar er is een architect die datzelfde ooit eens gehoord heeft. En die heeft dit midden in de stad neergeflamd. Wat we wel mooi kunnen zien, zijn dan de vertexen, dat zijn eigenlijk al die puntjes. Die vlakjes, dat zijn dan de faces. En het hele ding is dan de mesh. Het feit dat je dat met een driehoekje alles kunt maken, is maar de vraag of je dat ook moet willen natuurlijk. Want dat slaat helemaal nergens op. Maar vooruit. Als we naar de 3D-wereld op de computer gaan, dan heeft het wel zin. Hier zien we bijvoorbeeld een aapje. We zien daar ook weer de punten, dat zijn dan de vertexen. Daar zien we vlakjes tussen komen. En uiteindelijk wordt dat een vorm. Dit is dan het wireframe. Wat gaat nou zo'n 3D-engine doen? Die gaat er uiteindelijk die vlakjes dichtmaken. Zodat het een figuur wordt. Nou, uiteindelijk, dat noemen we een rasterization. De volgende stap die we gaan doen is dan met licht opschijnen. Dan gaat hij dus bekijken, nou, dit vlakje moet veel lichter worden, dat vlakje moet veel donkerder worden. Dan hebben we het over shading. Nu zien we heel duidelijk die driehoekjes allemaal. Dat is natuurlijk niet zo heel mooi. Dus wat we nou gaan doen is dat met gradients een beetje oplossen. Als het ene vakje licht is en het andere vakje donker, dan kun je dan een gradient overheen leggen. Dan begin je langzaam een mooie vorm te krijgen. Het is alleen nog erg kleurloos. Dus de volgende handeling die we weer gaan doen, is texturing. We gaan er een texture overheen leggen, dan krijg je dus kleuren en dat soort zaken en een beetje structuur erop. Dit is aan de basis wat 3D doet op een computer. Nou, waar komt WebGL nou kijken? Nou, wij programmeren JavaScript bijvoorbeeld. Dat levert op de CPU. Maar als we snelle 3D-graphics willen hebben, dan moeten we eigenlijk naar de GPU. Dat is te doen. Daar moet je allerlei low-level code kunnen typen en daar heel goed in zijn. Maar wat doet WebGL nou?
Nou, we hebben JavaScript. JavaScript, dat levert op de CPU. Dat is eigenlijk geschikt om sequentiële dingen achter elkaar uit te voeren. En de GPU is juist geschikt om massively parallel pixels uit te rekenen. Met JavaScript hebben we een Graphics Library Shader Language beschikbaar. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Een shader language? Is eigenlijk een soort C-programmaatje. Dus we gaan met JavaScript eigenlijk een C-programmaatje maken. En dat C-programmaatje wordt dan door middel van WebGL gecompileerd naar die code die de GPU snapt. Dus dat is eigenlijk de rol van WebGL en dat is wat we de komende 45 minuten gaan doen. Beetje duidelijk? Nou, iedereen knikt, mooi. Als er vragen zijn, dan stel ze gerust. Ik heb wel heel weinig tijd, dus waarschijnlijk ga ik dat dan zeggen dat ik dan hier op terugkom. Maar ja, wat feedback is leuk. Oké, nog even een paar termen. We hebben dus programma's die op de CPU kan draaien. Dat noemen we dan eigenlijk een shader. Eigenlijk is dat gewoon GPU-code. Andere termen die voorbij gaan komen is buffer. Of eigenlijk is dat gewoon een array. En daar kunnen we dingen in stoppen, bijvoorbeeld vertex of dat soort zaken. Een ander voorbeeldje van een buffer is bijvoorbeeld een dead buffer. Je houdt eigenlijk bij van, nou, ik heb een object hier vlak voor me. Ik heb een aantal objecten erachter. Maar ja, als er iets voor me staat, dan zie ik die daarachter helemaal niet meer. Nou, dat hoeft hij ook niet uit te rekenen. Dat is makkelijk. Dus daarom gaat hij alle buffers bijhouden over hoe die dingen optimaal kan uitrekenen. Nou, dat was de theorie. Iedereen nog wakker? Mooi. Ik ga nou door naar de demo's. Nou, we hebben net gezien. WebGL is eigenlijk dus om een hogere programmeertaal dingen te kunnen doen op de GPU. En dat ziet er als volgt uit. Hier hebben we zo'n shader, in dit geval een vertex shader. En zoals we een C kennen, heb je dan een void methode, dat is het entry point. We hebben dan met VEC4's te maken inderdaad. Dan hebben we nog een shader. Ik ga er een beetje snel doorheen hoor. Hier een VEC4 voor kleur inderdaad te doen. Dan krijgen we daar een canvas, want in principe gebruiken we een HTML5 canvas om op te tekenen. Daar moeten we dan niet de 2D context van hebben, maar de WebGL context. Dan krijgen we nog color buffers, depth buffers, even kijken, wat gaan we hier doen? Oh, we gaan hier shaders creëren, naar aanleiding van die fragmenten die we erboven gezien hebben. Die gaan we dan compilen, we gaan programma's maken, die gaan we binden, die gaan we linken. Dan doen we iets met vertexen, 3 punten. Mooi, dat kennen we nog. Nog meer buffers, en uiteindelijk roepen we dat soortje aan. En het eindresultaat is een groen driehoekje. Nou, zo'n driehoekje kunnen maken, kunnen we alles maken. Maar toch voelt het niet aan als van, zo, dit wordt leuk. Het voelt meer aan, dit is vrij ingewikkeld en we noemen dit een hogere programmeertaal. Jeetje, wat werk. Dus toen ik dit zag, denk ik, ga er gewoon mee stoppen. Maar iets langer doorgezocht, dan bleken libraries te zijn. En libraries die kunnen je heel erg helpen. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Er zijn best wel wat libraries beschikbaar. 3.js is wel een bekende. Maar waar ik zelf veel mee bezig ben geweest is Babylon.js. Eigenlijk om een tweetal redenen. Ten eerste, het is wat meer gamegericht. Je kunt heel makkelijk zeggen van, nou, mijn muis bestuurt nou vervolgens de hele wereld. En het is gemaakt door 2 Microsoft mensen. En als Microsoft-man vind ik dat wel interessant om daar dan wat mee te gaan spelen. En dat blijkt leuk speelgoed te zijn. Dus laten we maar eens gaan kijken naar Babylon.js. Even afsluiten. Zo. Als het trouwens niet leesbaar is of iets dergelijks, dan geef even een geel. Oké, wat hebben we nodig? Een HTML-pagina met erop een canvas, want daar tekenen we op, is te lezen. En we hebben Babylon nodig, de library waar we gebruik van gaan maken. Nou, als het document ingeladen is, dan roep ik even een create objects aan en die create objects ziet er als volgt uit. Ik haal mijn canvas op, ik vraag aan de Babylon engine, hey, kan dat in deze browser?
Als dat kan, dan maak ik een nieuwe Babylon Engine aan. Nou, dan kunnen we iets gaan doen in die Babylon Engine. We gaan daar met een scène werken. Nou, scène is in ieder geval de wereld waar we in gaan werken, in leven. Daar zal camera's in voorkomen, licht en dat soort zaken. En bijvoorbeeld hier kan ik meteen zeggen, nou, de active camera, daar kunnen meerdere camera's in zitten, dus je kunt switchen. De active camera, die wordt bestuurd door mijn muis. Dat doe ik gewoon met attach controls. En mijn muis en mijn toetsen, die zullen nou voortaan de camera besturen. Dat is as simple as that. Voor de rest hebben we een render loop nodig. Dus eigenlijk bij de request animation frame van de browser, die geeft gewoon elke 6 keer per seconde af van ik wil iets nieuws gaan tekenen. En dan geef je hier een seintje mee naar de scène. Hey, ik wil nou graag zien hoe de scène er nu uitziet. Nou, eens even kijken hoe we de scène zelf maken dan. Babylon.scène. Nou, dan krijg ik een nieuwe scene. Daar gaan we dan dingen aan toevoegen als lichten. Nou, verschillende lichten. Bijvoorbeeld een point light, dus eigenlijk gewoon een lichtpeertje wat je even midden in de camera hangt. En dat straalt naar alle kanten uit. De hemispheric light, dus eigenlijk gewoon heel de wereld die licht geeft. De directional light is eigenlijk meer een spotlight die van een bepaalde richting komt en die zal ook in een bepaalde richting blijven schijnen. Die kun je natuurlijk positioneren, roteren en dat soort zaken. En uiteindelijk plaatsen we er een camera in. Verschillende soorten camera. In dit geval gebruik ik een arc rotate camera. Dat betekent dat die camera eigenlijk naar één punt zit te kijken en daar rondomheen kan draaien. Nou, wat hebben we dan nog meer nodig? Laten we eens een vloer erin plaatsen. Zo'n vlak, een plane. Die leggen op een bepaalde plek neer. En dan hebben we nog wat objecten nodig. Ik snap dat ik een beetje snel doorga met de code, dat niet iedereen denkt van nou, dat typ ik vanavond even over. Maar het is vooral mijn bedoeling deze sessie om ideeën te planten van wat er mogelijk is. En dat je dan denkt, wow, dat was gaaf. En dan ga ik vanavond uitzoeken wat dat precies ook weer was. Want als ik eigenlijk elke keer code helemaal moet gaan uitleggen, dan komen we niet verder dan een paar vierkantjes. Dus dat is een beetje het idee. Dat is bewust. Ik ga een cilinder maken. Een cilinder kan ik maat aan meegeven, hoe groot dat die is en dat soort zaken. En het is gemaakt van een bepaald materiaal. In dit geval zeg ik, ik wil gewoon de wireframe zien. Dus dan zie ik eigenlijk die driehoekjes weer terug. Laten we eens even gaan kijken. Ik heb mijn wereld. Ik heb mijn vlak, hè, dat grijze vlak, dat is mijn rond. En ik heb inderdaad een 3D object waar ik de wireframe van zie. En inderdaad, hij bestaat uit driehoekjes. Inderdaad, met mijn muis en met mijn pijltjestoetsen kan ik dat allemaal besturen. Nou, laten we eens wat andere materialen gaan bekijken. In dit geval gooi ik er iets in wat een blauwe kleur heeft. Je ziet inderdaad een blauw object ontstaan. Ik kan dat eventueel ook semi-transparant maken door er bijvoorbeeld een alpha op te gooien. Dat betekent dat ik er doorheen kan kijken. Ja. En bij die andere twee heb ik een diffuse color, dat is een eigen kleur. Dat is de kleur van het object zelf. En je hebt een specular color, dat is eigenlijk hoe die glimt, hè, hoe die reflecteert. In dit geval heb ik gezegd dat die blauw van zichzelf is, maar dat die niet reflecteert. Ik ga er nou eentje toevoegen die bijvoorbeeld wit reflecteert. Dat betekent dat hij echt een shiny effect krijgt. Dus inderdaad, die rechts zie je hier dat daar mooi een effectje overheen komt waar je echt het idee hebt dat er een lamp op aan het schijnen is. Wat we nog kunnen doen is met textures gaan werken, dus met plaatjes. Dus ik ga er nou een plaatje van waar een zand textuur op zit. Ga ik naartoe kennen aan het object. Ja, daar komt hij. Natuurlijk is dat om een cilinder niet het meest logische, maar voor de grond zou het bijvoorbeeld interessanter zijn geweest. Een ander plaatje wat we kunnen gebruiken is een bump map. Een bumpmap geeft eigenlijk aan waar de engine rekening mee moet houden, waar die licht en donker moet gaan tekenen. Ik weet niet of het heel goed te zien is op de beamer, maar het lijkt net of dat ding wat dikker is en wat dunner op sommige plekken. En dan zou ik natuurlijk in die mesh al mijn vertex helemaal kunnen gaan bepalen wat dikker en dunner is en dat soort zaken. Dat zou natuurlijk een onwijs complex object worden. Nu plaats ik eigenlijk een plaatje erop. En door
Daardoor weet de engine van hier moet ik schaduwen tekenen en daar moet ik licht gaan tekenen. En dan lijkt het in één keer of dat ding vormen krijgt. Alleen als je hier aan de zijkant kijkt, is dat ding gewoon kaarsrecht aan de zijkanten. Dus daar zit helemaal geen vorm op, alleen het ziet er zo uit. En als je dat dan weer combineert met een texture van bijvoorbeeld een baksteen, dan lijkt het echt op een 3D muur. Eens even kijken, en de laatste. Hier achter mij zien we verschillende textures en materialen. Clement, mat, plaatjes als textures en bumpmaps. Er zijn nog meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld hier. Dus de videotexture, daar hoef ik weinig aan uit te leggen. De laatste die ik wil bespreken is een dynamic texture. Eigenlijk is dat een 2D canvas. En met 2D canvas kunnen we animeren, tekenen, teksten opplaatsen. Laten we maar eens gaan kijken naar een voorbeeld. Hierachter. Videotexture is ook een mogelijkheid als je een filmzaal wil 3D'en of tv of heel wat anders. En het was een beetje zacht te verstaan. Ik hoop dat het enigszins duidelijk was. Maar de laatste die ik nog wil bespreken is een dynamic texture. Dynamic texture is feitelijk een 2D canvas wat ik in de 3D wereld ga gebruiken. En dat laat ik eventjes zien in een Excel app. We kunnen HTML gebruiken in de browser, we kunnen Windows apps ermee bouwen, we kunnen ook Office apps ermee bouwen. Dus ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde voorbeeld, hetzelfde vloer, er staan cilinders op. Alleen die ga ik nou koppelen aan gegevens binnen Excel. Daar is mijn app. Nou, gooi nou eens wat data in. Dan zie ik inderdaad kolommen. En de kolommen die kijken naar de data die hierin staat. Maar ja, als ik alleen heel veel data heb en ik heb heel veel kolommen, dan weet ik niet meer welke kolom bij welke data hoort. Dus nu ga ik een dynamic texture gebruiken om op die kolommen de namen te doen die ik daar links boven in beeld heb staan. Dat staan namen en die wil ik dadelijk op die kolommen zien. Nou, hier zie ik weer dat ik cilinders creëer. En nu ga ik daar een ander materiaal aan toekennen. Een dynamic texture. Dynamic texture is, zoals gezegd, een 2D canvas. Dus dan moet ik een context ophalen. En dan kan ik dingen mee doen die ik daar gewend ben. Zoals rectangles vullen, teksten vullen en dat soort zaken. Andere wat misschien een beetje gemaakt uitzag is dat er eigenlijk helemaal geen schaduwen waren. Je zag wel dat er licht op scheen, maar er was geen schaduw op de grond. En dan kon de schaduw relatief duur zijn om uit te rekenen. Dus je moet het expliciet aangeven, ja, als ik schaduw wil, dan geeft dat nu aan. Daarvoor hebben we een shadow generator nodig. Die heeft een renderlist en daar ga ik alle objecten aan toevoegen die ik mee wil nemen die schaduwen genereren. En vervolgens geef ik aan, nou, waar moet die schaduw dan getekend worden? Op de vloer. Dus met deze paar regeltjes code. Zien we inderdaad de dynamic textures met de namen erop. En we zien daar de schaduwen die dan netjes komen naar aanleiding van de directional light. En als ik dan dingen toevoeg, dan wordt dat ook netjes meegenomen. Yes. Duidelijk om een beetje te zien dat je ten eerste WebGL dus kunt gebruiken ook buiten de browser. En dat we dus ook met 2D canvas daar wel leuke dingen mee kunnen doen. Eventueel kun je dat zelfs weer gaan animeren. Oké, het was tot nu toe allemaal op de kolommetjes kijken. Dat is vaak wel meer richting de gaming kant op. Dus laten we eens even kijken hoe we in een wereld kunnen zitten waar we doorheen kunnen gaan lopen. Dus dan heb ik niet meer zo'n Arc Rotate Camera nodig, maar gebruik ik de Free Camera. Dat betekent dat ik vooruit kan, achteruit kan en alle kanten op kan. Dan moet ik natuurlijk nog iets hebben waar ik overheen kan. Dus ik ga dus een grond toevoegen. En dan gebruik ik een plaatje van de Benelux voor. Een fotootje van de NASA. Dat wordt mijn ondergrond, mijn texture. En dat zie je dan. Even kijken. Yes. Als volgt uit.
En door mijn camera kan ik nou rondvliegen en kan ik opzij, kan ik rondkijken enzovoort. Het ziet er heel plat nog steeds uit. Hè. We hebben nu allemaal van die platte vormen gehad. En Nederland is ook wel plat, maar dat is wat overdreven. Dus gaan ze met een height map werken. Eigenlijk hetzelfde plaatje als die we net zagen, alleen nu alleen een grijs tinten. En hoe lichter het is, hoe hoger het is, hoe donkerder het is, hoe lager het is. Dat ga ik nou eigenlijk over dat vorige plaatje heen leggen. Ik denk dat ik geen create ground meer kan doen. Maar... een create ground from height map. Kijk, dat ziet er al een stuk mooier uit. Vanwege het licht krijg je ook mooie schaduw en dat soort zaken. En dan kan ik een mooie flight simulator maken of zo. Alleen, het wel raar is dat ik nog steeds door het landschap heen kan vliegen. Misschien moet ik daar nog iets aan verbeteren. Voor vliegen is het nog leuk dat ik gewoon de lucht in kan, maar misschien wil ik juist rondlopen. En dat betekent dat ik eigenlijk aan de grond moet blijven plakken. Nou, in de echte wereld word ik aan de grond geplakt door zwaartekracht. Dus ik ga nou zwaartekracht toevoegen. Eens even kijken. Ik zeg tegen mijn scène, er is zwaartekracht. En dat is in de y-richting, oftewel naar beneden. Die moet ik toepassen op de camera, niet op de grond. Want anders gaat de grond vallen en blijf ik hangen. Maar ik moet vallen op de grond. Alleen dan val ik me door de grond heen. Ik moet namelijk tegen de grond vertellen, hey, wij, als we elkaar ontmoeten, dan moet er iets gebeuren. Ik moet niet door de grond heen vallen. Dus ga ik collision detection toevoegen. Dus tegen de scène zeg ik, joh. Je moet op collisions gaan letten, anders doet dit niet. Dat is veel makkelijker. Als het niet doet, waarom zou die? En de camera en de grond moeten daarnaar gaan kijken. Dus als ik nou ga bewegen, zal ik gaan vallen. Ja, en ik ben opgevangen door de grond. En je ziet dat ik nou netjes door de zwaartekracht aan de grond geplakt blijf. Zeg nog, glij van de berg af als ik niks doe. Door de zwaartekracht. Nou, we hebben een paar regels code, toch al een soort game-achtige omgeving. Minder regelscode is net dat ene groene driehoekje. Hè? Dus dat begint al wat leuker te worden, hoop ik. Toch? Ja, oké. Okay. Ik moet nog beter mijn best doen, ik zie het al. Nou, wat gaan we dan doen? Dit is een simpele physics. Alleen de camera, die valt naar beneden. Als ik echt wat spectaculaire physics wil gaan doen, dan moet ik dat toch anders gaan aanpakken. Ik ga dat even weghalen. Ik blijf daar gewoon weer hangen in de lucht. Babylon zelf heeft eigenlijk geen hele krachtige physics engine, maar ze hebben het pluggable gemaakt. Er zijn heel veel JavaScript libraries die wel van alles weten van physics. Dus je kan het daar toevoegen. Ik heb in dit geval Canon.js toegevoegd, maar je hebt ook nog andere mogelijkheden die voor jou van toepassing is. En ik zeg hier Babylon, er is een Canon.js plugin. En daar kan ik de zwaartekracht op geven in meter per seconde kwadraat. En dat is precies in Nederland 9,81. Ik heb dat nog gecheckt. En vervolgens zei ik, ja, je moet hier physics gaan enablen in deze scène. Ik ga nou eens even een bal toevoegen. En die bal die krijgt dan een create sphere. En die krijgt dan een physics imposter. Daarmee kan ik aangeven bijvoorbeeld wat de zwaartekracht, of hoe zwaar dat die is en hoe erg dat die bounced en dat soort zaken. Oké, en voor de rest, wat ik al zei, de grond moet dan ook weten dat hij daarop moet letten. Dus ga ik ook aan de grond een physics imposter toevoegen, zodat hij ook weet dat daar een bal op moet kunnen stuiteren. En hij rolt mooi dat bergje af en hij hobbelt dadelijk nog ergens over de Waddeneiland. Hoppakee. Yes. Nou, het wordt natuurlijk echt mooi op het moment dat er dingen met elkaar gaan interacteren. Dus ik ga nou eens even 5 ballen. En 5 kubussen toevoegen. Met allemaal physics imposters erop. Nou, ga ik er nog eens een keer paren. Dan zal het weer net iets anders neerkomen. Je ziet dat die op elkaar reageren. Die duwen elkaar weg. Op een gegeven moment vliegen die ballen in de lucht, omdat ik heb de ballen lichter gemaakt dan de kubus bijvoorbeeld. Als er een zware kubus op de bal komt, dan vliegt die veel harder weg en dat soort zaken. Het zit allemaal in zo'n
zo'n physics engine. Nou, ziet er al vrij, nou, begint al wat levensechter eruit te zien. Hè? Yes? Nou, we zitten nog steeds wel met kubussen aan ballen. Maar eigenlijk wil ik natuurlijk poppetjes kunnen tekenen of ingewikkeldere vormen. Nou, ik ben in ieder geval geen 3D-artist, gelukkig zijn er anderhalf aanwezig. Dus die zullen dat veel beter kunnen dan ik. Maar ik ga, dus jullie moeten even je ogen dicht doen, dan ga ik eventjes laten zien wat ik kan als developer. We hebben er tools voor gelukkig. We hebben Maya en 3D Studio Max en dat soort zaken waar je voor mag betalen. Er zijn ook gratis varianten zoals Blender. En Blender, daar kun je, hier zie je al een camera hangen. Ik zie hier een lampje hangen en ik zie daar kubus en die kan ik dan een beetje verplaatsen. En die kan ik dan eventueel nog roteren en dat soort zaken, schalen. En ik kan er dan dingetjes in gaan aanpassen. Enzovoort. Nou, dan kan ik daar allerlei vormen van maken. Dus hier heb je in ieder geval wat meer vrijheid in. Nou. Een beetje stoeien met dat spul heeft mij een raketje opgeleverd. Anderhalf persoon denkt, nou wat een prutser, maar vooruit, dat ieder zijn vak zal me zeggen. Dit is mij gelukt om te maken in een Blender. Een raketje met wat vormen eraan en zoiets. Nou, wat is dan interessant aan? Ik ga hier bij een export, kan ik kiezen voor export naar Babylon.js. En wat doet dat dan? Die maakt feitelijk gewoon een JSON-file aan. Hier zie ik mijn rocket.babylon en die geeft hier bijvoorbeeld aan dat er een mesh in zit. Dat is een rocket, daar zitten wat punten in en dat soort zaken. Er zijn camera's en er zijn lichten en dat soort zaken. Dus dit omschrijft eigenlijk mijn scène en mijn objecten binnen die scène. Die kan ik nou gaan gebruiken. Dus ik kan nou in plaats van aan de engine zeggen ik ga een nieuwe scène creëren, kan ik zeggen ik ga een scène loaden. Namelijk die rocket.babylon. Nou, dan kan ik daar een bepaalde mesh uithalen. Dat ding heet rocket. Vervolgens kan ik die gaan positioneren en roteren en dat soort zaken. In dit geval ga ik niet de attach control doen, want dat betekent dat ik met mijn camera, of dat ik de camera bestuur. Ik wil nou het raketje gaan besturen. Dus ik heb daar maar wat key presses. Ga ik dat raketje roteren en dat soort zaken. Nou, het idee is dat als ik op een toets druk, dan moet hij dat ding draaien en dan moet hij ook meteen gaan verplaatsen. En dan de andere kant op en omhoog en omlaag. Dus daarom roteer ik en verplaats ik hem. Tegelijkertijd. Even kijken. Zo, daar is mijn raketje. En als ik dan daar een toetje druk, dan zie je hem draaien en dan zie je hem bewegen. En zo kan ik vooruit en achteruit. En dan ben ik met mijn eigen 3D-object aan het besturen in mijn eigen wereld. De ondergrond is alleen nog niet zo heel aantrekkelijk. En dan kan ik dan natuurlijk wel weer met height maps gaan werken, maar ja, uiteindelijk vliegt er vanaf. Dus ik moet eigenlijk iets hebben wat oneindig is. Bing Maps. Als je de wereld hebt, dan heb je in principe kun je ze lang door als je ze wil. Dus wat ik doe, ik ga eens eventjes dev.virtualearth.net. Dan ga ik op zoek naar een bepaalde plek. En daar kan ik dan, wat is hier? Kan ik een locatie opvragen en die kan ik dan de kaarten van opvragen. En die ga ik dan op een 2D canvas tekenen. En dat 2D canvas kan ik dan gaan animeren, zodat die kaarten onder mij doorvliegen. Heeft er iemand een leuke suggestie om te gaan vliegen? Een plek? Noord-Korea? Noord. Korea. Nou, ik ben er nu wel uitkomen. Oh, dat mag niet. Wist je dat? Ja, dan Amsterdam. Eens even kijken of hij daar wat vindt. Zit ik hier een wifi? Ah, daar is hij. Oh, het paleis is uitgeblurd. Maar dan vlieg ik over de dam. Het zou leuk zijn dat ik nog wat tegenstanders had, hè, waar ik wat mee kan gaan vechten.
Nou, een 2D canvas en een 3D canvas gecombineerd. Laten we nog eens heel wat anders erbij gaan combineren. Bijvoorbeeld een scalable vector graphic. Just because we can. Ik heb hier een SVG'tje. En dat wordt eigenlijk een vliegtuig. En die ga ik nou toevoegen. Even kijken. Daar heb je ze. Een andere plek om te vliegen misschien. Grand Canyon, mooi. Wie zei dat trouwens? Kijk, een beetje die participatie hier een beetje triggeren. Even wat sponsoring van mijn werkgever Masterit. Wat mensen warm te krijgen tijdens die sessie. Dus daar gaat iedereen roepen, ik weet het al. Grand Canyon, laten we vliegen. Yay. En als het goed is, komen er nou tegenstanders. Ja, er zijn tegenstanders. En wat dan wel interessant is, dat die tegenstanders mij daar ook kunnen raken als er nog eentje komt. Yes. Hij weet precies waar mijn vleugels zijn en dat soort zaken. Eigenlijk wel raar, want er zijn verschillende lagen. In principe heb ik hier drie lagen gemaakt. De 2D canvas, de 3D canvas en mijn SVG. En toch weet hij waar die zijn. Dat komt omdat ik aan... Even kijken, waar zit hij? Aan mijn scène kan vragen op een bepaalde x- en y-positie met de pick-function. Pick-function, x- en y-positie, dan kan ik vragen wat zit daaronder. En dan geeft hij de naam van het object waar ik iets geraakt heb. In dit geval maakt het me niet eens uit waar ik geraakt heb, er zitten mijn dingen in. Dus als hij iets geraakt heeft, dan moet die kogel zeggen, nu word ik rood. Dus kun je dus allerlei dingen met elkaar gaan combineren. Yes? Oké, dus we hebben een stukje gezien van Babylon.js. We hebben wat tooling gezien om modellen te maken. Ik heb nog een minuutje of 12. Dan wil ik eigenlijk een andere tool gaan bespreken. Unity. Zijn er nog vragen op dit moment in ieder geval? Nu is alles te volgen. Yes. In principe sinds IE 11. Uit mijn hoofd. En natuurlijk Chrome en Firefox en Edge. IE 11 heeft wel nog een probleem dat die webaudio niet ondersteunt. Daar heb je echt Edge voor nodig. En dat is eigenlijk voor 3D audio. Kun je je voorstellen dat je een 3D wereld hebt. En dat jij geluid maakt. En als ik dan naar je toe ga, dat het geluid harder wordt. En dat ondersteunt IE 11 bijvoorbeeld niet. Dan moet je echt Edge hebben. Dus bijvoorbeeld het Unity wat ik nou ga laten zien. Daar werkt dan Edge en andere browsers. Goeie vraag trouwens. Ik vind dat wel leuk voor de participatie. Ja, je hebt natuurlijk wel minder GPU voorhanden, dus je zult wel wat beperkter zijn in je modellen en in je refresh rate inderdaad. OpenGL en WebGL, hoe je het maakt is anders. Alleen uiteindelijk zal het allebei shaders maken, wat GPU-programma is. Dus in principe kun je dezelfde performance halen met WebGL als met OpenGL en dat soort zaken. Yes. Sorry, ik kan hem even niet verstaan. Met welke tool of welke? Oké. Okay.
Oké. Ja, de vraag was van, ik heb wel eens meegemaakt dat het toch crashte. Het is natuurlijk nog altijd de experimental WebGL, zag je ook staan. Dus het is een ontwikkeling, het is nog niet final. Niet alles zal ondersteund worden. Dat kan zeker voorkomen. Ja. En dat is niet zozeer Babylon, maar dat is dan meer het WebGL zelf. Ja. Mag ik hem even parkeren om dadelijk, want anders ik heb nog maar 9 minuten inmiddels. Wat is je vraag? Oh, dat is veel data. Of dat speciale libraries zou zijn? Geen idee. Zou je even moeten kijken naar er zijn tientallen welke dat daar het meest voor geschikt is, maar daar heb ik in ieder geval niet naar gezocht. Oké, Unity. Zijn er wel eens mensen die gespeeld hebben met Unity? Een aantal, oké. Waarom is het nou interessant? Bij Unity kun je tegenwoordig zeggen, hey, ik wil iets maken voor de PC, ik wil iets voor Apple TV, ik wil iets voor de Xbox, ik wil iets voor mobile. Maar ik kan ook voor WebGL iets bouwen. Dus eigenlijk alle dingen die je erin maakt, die kun je daar ook meteen exporteren. En het idee is dat je hier heel makkelijk dingen in kunt maken. Het is niet zozeer om objecten te maken, maar meer om werelden te maken die reageren en dat soort zaken. Dus ik ga eens dus eventjes proberen snel wat te laten zien. Een lege omgeving, er zit alleen een camera in en een lamp in. En dan ga ik eens aan toevoegen een 3D-object, zijnde een terrain. Nou, ik zeg, in principe kan er weinig in gemaakt worden, alleen terrains kun je leuk maken. Hier zie ik mijn vlakje, beetje te zien, yes. En dan heb ik hier de terrain tool. Dat betekent dat ik gewoon een kwast krijg en daar kan ik dan hoogte mee gaan tekenen. Maak je eigenlijk feitelijk je eigen heightmap van. Nou, en met die bijvoorbeeld sterretjes lijkt het van een beetje raar om dat te gebruiken, maar je krijgt er wel mooie bergen van. Dat soort zaken, je kunt dat zelfs dan weer een beetje wegblurren, zodat het lijkt alsof dat je een beetje smelt zo. Okay. Enzovoorts, je krijgt dan redelijk makkelijk je terrein in elkaar gesleuteld. En je kunt er natuurlijk ook weer gaan texturen, want het is maar zo grijs. Dus ik ga nou eens een texture toevoegen. Eens even kijken. En de texture, add. Waar heb ik mijn textures? Yes. Nou, laten we een wat mooie grasachtige omgeving maken. Deze hoek is een beetje donker, ik hoop dat daar wel te zien is. Ja, nu is wel alles gras, hè. Dat is ook wel een beetje saai. De kans dat dat hier op de zijkant van die berg ook gras groeit, is wel klein. Dus ik ga een extra texture toevoegen. Bijvoorbeeld hier die rotsen. En dan kan ik met de kwast of zeggen, nou deze berg die is dan een beetje rotsachtig. En hier ook. Een beetje te zien vanuit de zaal. Zo. Ja, ik kan helaas niet wat lichter zetten. Maar. Nou kan ik bijvoorbeeld nog zeggen, en dan wil ik ook bovenop die berg liggen natuurlijk witte sneeuw. Zou ik een extra texture met snow toevoegen? Oké. Okay. Oh, sneeuw. Dan krijgen we de bergtopjes en zo. Oh. Beetje snel proberen te doen. Ja, wel een beetje zichtbaar daar. Dus dan krijg je redelijk snel toch een soort terrein. Nou, dat vraagt natuurlijk om erheen te gaan vliegen. Nou, wat we zien hier Unity is hier links zie je alle objecten die je gebruikt, rechts zie je dan de eigenschappen en hieronder zie je alle assets die je hebt. En, bijvoorbeeld een scène is ook een asset. Je kunt dan voor elke scène die je gaat maken, voor elk level in je game, kun je bijvoorbeeld een aparte scène maken. Dus ik heb nou al een scène gemaakt waar wat terrein in zit en daar wil ik natuurlijk iets mee gaan doen. Dus ik wil bijvoorbeeld daar met raketjes gaan spelen. Even mijn camera opzoeken, hier is mijn camera en dan gooi ik daar eens een raketje in. Dat die schaduws meteen meeneemt. Zo. Kijk of die nou een beetje voor. Ja. Dus ik heb een aantal tapjes hierboven. Van de scène zoek ik ermee werk, zeg maar, om te modelleren. En de tweede tapje is de game, dus wat ik uiteindelijk ga zien. Overigens is er nog een derde tapje, de asset store, die heb ik nog niet eens gehad.
Even kijken of het internet een beetje meewerkt. Hier kun je eigenlijk net als een app store, kun je hier assets kopen. Zijn de complete 3D-modellen, zelfs complete games. Sommige zijn gratis. Dus dat is een heel mooie plek om meteen te beginnen. Doe mij een poppetje. En gratis natuurlijk. Dan gaat hij op zoek naar poppetjes en dan zie ik hier dat er een man in een suit is. Nou, die kan ik meteen downloaden en het hele model in mijn app gaan gooien. Nou, dat gaan we op dit moment niet doen, want mijn raket is natuurlijk veel mooier. Tenminste, die vliegt beter. Dus wat ga ik ermee doen? Nou, als ik hier op de play button druk, dan gaat hij naar de play mode en dan zien we dat het raketje daar alleen maar hangt en niet vliegt. Ja, dat klopt, want ik heb er helemaal niks mee gedaan. Dus wat ik ga doen is dat ding laten vliegen. Nou, in principe moet ik daar code voor typen. En hier rechts zien we dan alle components. En eigenlijk is elk component eigenlijk gewoon script. Dus ik kan daar zelf een script toe gaan voegen. New script. En kan ik kiezen uit een aantal talen. Bijvoorbeeld C#, maar ook JavaScript voor het geval dat je daar lekker in kan werken. Ik kies nu even voor C#. En dan kan je gewoon in Visual Studio kun je dat programmeren. Nou, in principe heb je altijd een start. Een stukje initialisatie en een update is eigenlijk weer zo'n elk frame komt voorbij en dan ga ik iets doen. Nou, wat ik eerst nog eventjes ga doen is aangeven dat dat raketje iets is waar ik mee kan werken. Dat moet dan echt een body hebben. Dus ik ga een component toevoegen, zijnde een rigid body. Een rigid body bepaalt dat dat ding bijvoorbeeld een bepaalde massa heeft en dat zaken, zodat hij echt tastbaar wordt. Ik wil even geen zwaartekracht, want anders valt hij weer naar beneden en moet dan gewoon blijven vliegen zoals een vliegtuig doet, of een raketje. En dan kan ik vanuit mijn code, kan ik dan die rigid body oppakken, of opzoeken moet ik zeggen. Get component, doe met die rigid body. En dan kan ik daarna die rigid body gaan verplaatsen. Dan heb ik even wat variabelen voor nodig om die in op te slaan. En in de update ga ik hem dan verplaatsen. Die rigid body, je krijgt dan translate en je gaat naar de z-richting. X, Y en Z. Dus een z-richting, hij gaat vooruit. Even save. Playen. En dan gaan we raketje. Ik kan alleen nog niet besturen, want dat heb ik nog niet geprogrammeerd. Dus laten we dat eventjes toe gaan voegen. Ik heb daar een cross-platform input manager voor nodig. Want ik kan dat doen voor een Xbox, ik kan dat doen voor een touchscreen, ik kan dat doen voor pijltjes toetsen. Dus cross-platform wil ik weten wat ik bedoel met verticaal en horizontaal. En dan geeft hij, afhankelijk van waar ik op speel, geeft me daar de waardes van. Die ga ik dan gebruiken om mezelf te roteren. Enzovoort. Dus nu kan ik als het goed is het raketje vliegen. Nee, daar vliegt hij. Looping. Alleen op een gegeven moment zal hij het scherm uitvliegen. Dan ben ik hem kwijt natuurlijk. Misschien is het leuk dat ik achter hem aanvlieg met de camera. Nou, dat is heel simpel. Ik pak die camera op hier links en ik sleep hem op mijn raketje. Dat betekent dat hij nou aan mijn raketje vastzit en meevliegt. Alleen dan word ik wel zeeziek. Maar hij doet het. Maar misschien moet hij niet zo direct volgen. Nou, dat zou je weer kunnen programmeren. Dus ik haal deze er even vanaf. En water als je mag wel blijven zitten. Ik voeg een componentje toe. Oh, die zit er al op, zie ik. De smooth follow script. En dan moet ik hem alleen vertellen dat hij naar het raketje moet als target heeft. En die ziet er al een stukje anders uit. Blijf gewoon mooi achter mijn raketje aan. Vliegen en dat soort zaken. Ik kan daar nog wel door bergen heen vliegen, zoals we het straks ook zagen bij Babylon. Dat is hier niet anders. Tenzij ik al vertel dat hij daarop moet letten. Nou, dan zal ik ook weer colliders gaan toevoegen. Add component. Nee, niet op mijn camera, maar op mijn raketje. Oeps, is alweer zover. Collider. Nou,
kiezen van box collider. Dat betekent dat gewoon een vierkant rondomheen wordt getekend. Ik kan dat veel nauwkeuriger doen, maar dat is ook weer zwaarder. En op mijn terrain zal ik ook een collider toevoegen. Terrain collider. Zo. En nu weten ze weer van elkaars bestaan. En dan zal ik niet meer door bergen heen kunnen vliegen, maar dan zal ik er tegenaan botsen. Ik probeer nou nog weinig natuurlijk, maar ze botsen in ieder geval. In verband met tijd ga ik ietsje sneller. Wat ik bijvoorbeeld kan doen is een particle system toevoegen. Eens wat ik aangeven is hoe groot dat het moet zijn, welke kleur het moet zijn en welke size of snelheid dat hij heeft en dat soort zaken. En dan maakt hij daar mooie dingetjes van. Nou, die heb ik standaard uitstaan, totdat ik een collision maak. Dat is ook weer een C-sharp code, onCollide. En vervolgens is er een andere, is er nou een soort straal erachter uitkomen. Hè? Dat is al een andere particle system, maar als ik nou iets raak, dan zal daar rook en vuur en andere troepen uitkomen. Nou, andere dingen die je nog zou kunnen doen, en dan ga ik even naar het eindresultaat, is bijvoorbeeld dat je andere objecten toe gaat voegen. Ik heb hier een capsule en die heeft dan ook een collider, alleen die collider heb ik een stuk groter gemaakt. Dat zijn die groene lijntjes, ik weet niet of die goed te zien zijn, maar er zijn groene lijntjes rondomheen, dat is de collider. En als ik daar binnenkom, dan heb ik eigenlijk een botsing te pakken, alleen die wil ik niet echt gaan botsen. Dus ik heb hier een trigger gemaakt, is trigger, zie je in het vinkje. Dat betekent alleen dat in mijn code nou, in dit geval is JavaScript code. JavaScript heeft ook een start en een update zoals we net zagen bij het raketje. En bij de update laat ik hem elke keer roteren, zodat het dingetje blijft er rond tollen. En als er een trigger is, oftewel mijn raketje raakt mijn pilletje wat er hangt, dan destroy ik dat ding, oftewel haal ik hem uit mijn scène. Dan zou ik bijvoorbeeld een score kunnen gaan bijwerken en dat soort zaken. Dat ik dus een spelletje krijg om dat ik al mijn capsules daar moet gaan proberen te vangen met mijn raketje. Dat wil ik niet mee over programmeren zelf. Ja, ik had er eentje. Nou, uiteindelijk ga je dan dat ding beelden. Zeg je, doe maar WebGL. Dat duurt dan een minuutje of vijf. Dus een beetje als een kookshow zorgt ervoor dat ik eventjes het eindresultaat erbij pak. Even kijken, demo. Daar heb je dus Edge voor nodig. Ik heb nu gekozen voor de standaard setting, dus nu krijg ik allemaal WebGL, Unity dingen erbij. Dat kun je allemaal zelf customizen, dus je hoeft zeker niet deze template te gebruiken. Maar dan zullen we dus zien dat ons raketje hier ook vliegt in de browser, zonder plugins. Ik kan zelfs fullscreen maken en dat ziet er best wel netjes uit, hè. Oei, nou een keertje rook dan. Yes. Dat was in ieder geval een stukje Unity. Het idee was dus met een driehoekje, daar kun je alles mee maken. Ook nog zelfs in de browser, zonder dat je plugins nodig hebt. En dat is ook nog eens leuk om te maken. En ik hoop dat mijn enthousiasme dat een beetje op jullie heb kunnen overbrengen. En dat dat leuk is om te doen. En dat jullie morgen allemaal gratis Unity gaan downloaden en dat soort zaken. En dan wil ik jullie graag bedanken voor jullie aandacht. Ik ben morgen vroeg bij de Expert Lounge dat jullie nog vragen kunnen stellen. Ik heb eventueel visitekaartjes klaar liggen. Mochten mensen nog vragen willen stellen via de e-mail, dan kan dat ook. En hartstikke bedankt en jullie mogen naar huis.